Wist jij dat er na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland oorlog voerde in Indonesië en later ook Korea, er Nederlandse Waffen-SS-veteranen hebben gevochten in Azië? Maar hoe dan? Ik bedoel, dat waren collaborateurs. Die waren toch opgesloten? Wat heeft de Nederlandse regering hiermee te maken? Dit hier is het ongelofelijke verhaal van hoe voormalige Nederlandse Waffen-SS'ers terechtkwamen in Indonesië en Korea. Blijf kijken. Welkom terug op dit kanaal. Ik ben Stefan. Ik maak video's over geschiedenis voor jou. Vind je dat interessant? Vergeet dan niet te abonneren. Druk op het bel-icoon. Geef deze video een like. Typ ook even een bericht dat je deze video super tof vindt. Deel hem met je vrienden. En als je mij financieel kunt en wilt steunen, doe dat dan via Patreon, via PayPal of via een super thanks. Je vindt de informatie beneden de video. Ik heb meerdere video's gemaakt over Nederlandse Waffen-SS vrijwilligers. Daarbij had ik het over de motivatie, de recrutering, de training, de verschillende eenheden, oorlogsmisdaden en hun leven na de oorlog. Naar schatting hebben er 25.000 Nederlandse mannen gediend in de Waffen-SS. De meeste vochten aan het Oostfront. 4.000 tot 6.000 kwamen om of raakten vermist. En na de Tweede Wereldoorlog werden veel van hen veroordeeld. In het boek Veldgrauw, geschreven door Evert-Jan van Roekel, staat dat zo'n 6.800 voormalige Nederlandse SS-veteranen zijn gestraft. De meeste Waffen-SS-vrijwilligers werden veroordeeld tot 5 tot 10 jaar gevangenisstraf omdat ze in een buitenlandse militaire dienst hadden gediend tegen Nederland en zijn bondgenoten. Met verzachtende omstandigheden kon het vonnis verlaagd worden tot 3 jaar en met verzwarende omstandigheden, zoals dat je gediend had in het Nederlandse leger voor de Tweede Wereldoorlog, kon je voor 15 jaar achter de tralies verdwijnen. Weinig mensen werden tot levenslang veroordeeld of kregen de doodstraf. Vanaf 1948 werd er op grote schaal gratie verleend. In 1945 klaagde een Nederlandse commandant over dat er zoveel collaborateurs waren opgesloten. En hij schatte dat er maar liefst 60.000 Nederlandse soldaten nodig waren om deze collaborateurs te bewaken. Terwijl deze soldaten veel beter over zee gestationeerd konden worden, omdat Nederland nu oorlog voerde in Indonesië. In juni 1945 vaardigde de Nederlandse Katholieke Kerk een memorandum uit. En hierin stond dat de Nederlandse Waffen-SS-soldaten geen fanatieke nazi's waren, maar meer anticommunisten, avonturiers en mensen met een moeilijke thuissituatie. Zij zouden veel beter dienst kunnen doen over zee. Maar het waren zeker geen oorlogsmisdadigers, aldus de correspondentie. Nou goed, het is waar dat veel van de Waffen-SS-vrijwilligers uit Nederland geen fanatieke nazi's waren. Maar het wil zeker niet zeggen dat zij zich niet schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, aangezien de Duitsers een totale vernietigingsoorlog voerden in Oost-Europa, waar je zelfs als niet-fanatieke natie in meegetrokken kon worden. In het memorandum stond het volgende. Aan deze SS-soldaten die met de wapenen zondigden tegen hun volk, zou de gelegenheid gegeven kunnen worden thans met de wapenen dat volk te dienen en zo zichzelf te rehabiliteren. Er werd een schatting gemaakt dat er maar liefst 15.000 ervaren soldaten gemobiliseerd konden worden in het oosten. Nou, zij die dit memorandum hebben opgesteld waren ervan bewust dat er wel de nodige bezwaren tegenin zouden worden gebracht. Het was daarom ook niet ondertekend. Het is ook niet helemaal duidelijk wie het memorandum precies heeft geschreven en of er überhaupt overleg is geweest binnen de Nederlandse Katholieke Kerk. Waarschijnlijk werd het initiatief wel breed gedragen. Maar om het een geheim te houden was het dus niet ondertekend en werd het ook niet gepubliceerd. Een tweede memorandum volgde een maand later. Wederom niet ondertekend en hier ontstond praktisch hetzelfde, al was er wel een verschil. Het idee zou nu zijn dat de Waffen-SS-veteranen in strafbataljons zouden worden gestopt om te vechten tegen de Japanse bezetter in Azië. De Tweede Wereldoorlog woedde daardoor door tot in het einde van de zomer 1945. En het idee was dat maar liefst 90% zou omkomen in de strijd tegen Japan. En dit was bedoeld om mensen die bezwaren hadden tegen het eerdere voorstel over de streep te trekken. Bovendien, strafbataljons zijn goedkoper dan gevangenissen. Wat we niet weten is hoe de Nederlandse regering op dit stuk heeft gereageerd. Er is niet eens bewijs dat het überhaupt ter sprake is gekomen in regeringsoverleggen. Waarschijnlijk heeft de regering het voor kennisgeving aangenomen en daarna aan de kant geschoven.
Maar hoe zijn er nu Waffen SS veteranen terechtgekomen in Indonesië? Daarvoor moeten we even uitleggen hoe het komt dat Nederland oorlog ging voeren in Indonesië. Nou, Indonesië was voor een lange tijd een kolonie van Nederland, Nederlands-Indië. Totdat het werd veroverd door Japan, eind 41, begin 1942. En de Japanners werden de nieuwe bezetters. Vele Indonesiërs kwamen tijdens de Japanse bezetting om het leven. En de Europeanen, alsmede de Indo-Europeanen, werden veelal geïnterneerd in de beruchte Jappen-kampen waar veel van hen zouden omkomen. De Japanse bezetting duurde tot 15 augustus 1945. 2 dagen later verklaarde Sukarno Indonesië een onafhankelijke republiek en brak ook de Bersiap-periode aan, waarin geradicaliseerde Indonesische jongeren op grote schaal jacht maakten op Europeanen, Indo-Europeanen en Chinezen. Hoeveel mensen hierbij om het leven zijn gekomen, ja, daarover wordt nog steeds gediscussieerd. Cijfers variëren van 3000 tot 30.000. Recentelijk onderzoek uit 2022 komt uit op 6000 dodelijke slachtoffers. Nou, de Nederlanders die wilden de koloniale orde herstellen. De Britten die tijdelijk de bezettingstaken op zich hadden genomen, die vroegen de Nederlanders om echt in een onderhandeling te treden met de Indonesische nationalisten. De Nederlanders gingen in gesprek met Sultan Syahrir en daaruit rolde in 1946 het overeenkomst van Linggadjati. Ondertussen werden ook de eerste oorlogsvrijwilligers gerekruteerd in Nederland en het eerste schip vertrok in september 1946. In totaal hebben er 100.000 dienstplichtigen, 30.000 vrijwilligers en aanvullende aantallen beroepssoldaten als medesoldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL. En zo hebben er in totaal 220.000 soldaten in Nederlandse dienst de wapens opgepakt tegen de Indonesiërs. Nog voordat de eerste groep op de boot was gezet, in mei 1946, was er een overleg waar ook prins Bernhard bij was. En prins Bernhard kwam met het idee om voormalige collaborateurs, voormalige Waffen SS soldaten, te bewapenen en naar de oost te sturen. De Nederlandse minister reageerde afkeurend hierop en zei dat het niet goed was voor het moreel van de troepen. Prins Bernhard ging hiermee onmiddellijk akkoord en hij gaf ook aan dat, ja, als hij in de schoenen van de minister had gestaan, hij waarschijnlijk hetzelfde had gezegd. Toch is de reactie van de minister best eigenaardig te noemen. Het is niet goed voor het moreel van de troepen. Hij zegt bijvoorbeeld niet dat de voormalige collaborateurs hun straf moesten uitzitten of dat het tot publieke verontwaardiging kon leiden. En het voorstel van prins Bernhard is ook best bijzonder, want misschien weet je dat nog in mijn video over de landstorm. Want in september 1944, toen de geallieerden België bevrijden, wisten ze daarbij zo'n paar honderd Nederlandse Waffen SS'ers gevangen te nemen. En toen heeft prins Bernhard voorgesteld om 200 van hen te executeren. De Nederlandse commandant de Ruiter van Stevelink heeft dit bevel niet uitgevoerd. Later bracht het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging een rapport uit waarin stond dat de Waffen SS veteranen dapper hadden gevochten aan het Oostfront en dat zij zich niet schuldig hadden gemaakt aan barbaars gedrag anders dan de Duitsers zelf. In het rapport stond zelfs dat de Nederlandse Waffen SS'ers kritiek hadden op het Duitse optreden, wat volgens hen alleen maar meer verzet aanwakkerde. Het was daarom contraproductief om deze mensen op te sluiten en ze konden beter worden gestuurd naar afgelegen regio's in Indonesië. Na de Tweede Wereldoorlog zaten er zo'n 10.000 Nederlanders die voor Duitsland de wapens hadden opgepakt vast. En toen ging het gerucht dat zij zich konden rehabiliteren door zich aan te melden voor dienst in Indonesië. En in korte tijd kwamen er veel verzoeken binnen, ook vanuit kampen in Duitsland waar Nederlandse Waffen SS'ers zaten, die een verzoek indienden om te mogen dienen in Indonesië. Alleen, dit was slechts een gerucht. De Nederlandse regering heeft nooit actief gerekruteerd onder de collaborateurs. Als dit wel het geval was geweest, dan was de Harskamp, toch een kamp waar de omstandigheden behoorlijk slecht waren, ik heb er in mijn vorige video over gehad, was binnen no time helemaal leeggelopen. Dan had iedereen zich aangemeld. Stelliger, mensen met een slecht oorlogsverleden werden geweerd van dienst doen in het Nederlandse leger. Mensen werden gescreend. En het ging zelfs zo streng dat zelfs een verzetstrijder op een gegeven moment werd afgewezen omdat de autoriteiten hem toch maar een beetje verdacht vonden. En zelfs mensen die eerst waren toegestaan om dienst te doen, werden later teruggeroepen.
Sommigen dienden zelfs op dat moment al in uniform in Indonesië en moesten alsnog terugkomen naar Nederland. Maar uiteindelijk hebben zo'n 600 tot 1000 voormalige collaborateurs dienst gedaan in Indonesië. Hoe was dit mogelijk? Nou ja, waar sommigen werden afgewezen, werden anderen dat niet. Veel voormalige collaborateurs werden bijvoorbeeld na de oorlog vrijgelaten, maar mochten voor 10 jaar niet meer dienen in het Nederlandse leger. Maar naarmate de tijd verstreek, werd dit beleid iets versoepeld. Soms was het zo dat ze niet dienst mochten doen als vrijwilliger, maar wel als dienstplichtige. En sommigen glipten er gewoon doorheen. Na de oorlog was er een enorme administratieve chaos in Nederland. Soms was het bekend dat iemand dienst had gedaan in de Waffen-SS en was de reactie niet bepaald negatief. Oh, bij de SS geweest? Geeft niets! Jullie weten wat vechten is! Toen de administratieve chaos in de loop der jaren werd verholpen en het duidelijk was dat er toch een flink aantal mensen met een dubieus oorlogsverleden dienden in Indonesië, werden er pogingen ondernomen hen terug te halen. In sommige gevallen lukte dit, in andere gevallen lukte dat niet. Een interessant voorbeeld is het voorbeeld van Bart Heusen. Hij had tijdens de oorlog gediend in de NSKK. Dat was een paramilitair onderdeel van de NSDAP waar ik nu niet al te diep op zal ingaan. In september 1946 kreeg hij te horen dat hij niet zou worden vervolgd, maar hij mocht geen dienst doen in het Nederlandse leger. Maar op dat moment zat Heusen al in het Nederlandse leger. Hij werd namelijk getraind en zou binnenkort naar Indonesië afreizen. Nou, Heusen die richtte zich tot zijn commandant en ja, wilde ontslagen worden uit het leger. Omdat hij helemaal geen zin had om naar Indonesië te gaan. Hij wilde voor zijn familie zorgen. Zijn vader had ook een been verloren tijdens een van de bombardementen op Nederland. Alleen zijn commandant kon niks doen en richtte zich tot de Nederlandse regering. Kort daarna kreeg Heusen een brief van de Nederlandse regering waarin werd gezegd dat hij wel dienst mocht doen in het Nederlandse leger. En vervolgens vertrok hij in september 1946 naar Indonesië. 2 jaar later kwam hij weer terug. Hij zou niet heel lang meer leven, want hij kwam te overlijden aan tuberculose. Het repatriëren van zowel oorlogsvrijwilligers als dienstplichtigen met een fout verleden bleek nog niet zo makkelijk. Een procureur-generaal uit Den Haag probeerde iemand terug naar Nederland te halen die tijdens de oorlog bij de NSB had gezeten en tevens 2 jaar als kampwacht had gediend bij het beruchte nazi-kamp Erika in de buurt van Ommen. Hij kreeg dit niet voor elkaar. Hetzelfde gold voor een andere collaborateur die had meegeholpen bij de arrestatie van onderduikers en verzetsmensen. Toen de Tweede Wereldoorlog nog gaande was, waren er bij de Nederlandse regering in ballingschap ideeën ontstaan over wat te doen met de collaborateurs die na de oorlog gevangen zouden worden gezet. Er was een idee om ze te verschepen naar de verre oorden in Suriname en Nieuw-Guinea, helemaal in het oosten van Nederlands-Indië. En er is zo'n soort plan uitgevoerd, namelijk in 1947-48 zijn er honderden voormalige collaborateurs, niet als soldaten, maar als burgerlijke werkkrachten verscheept naar Nieuw-Guinea. Dit zou de druk op het gevangenissysteem in Nederland doen verlichten. In mei 1948 vertrok een groep van 119 mannen naar Hollandia in Nieuw-Guinea. Het volgende jaar vertrok een tweede groep van 99 personen en een paar maanden later kwam de derde groep met 29 personen. Aangekomen bij Hollandia was er behoorlijk wat spanning met de plaatselijke Nederlandse bevolking en werd vervolgens de groep gestuurd naar het eiland Biak. Ik las dat er flink wat problemen met discipline waren, maar over het algemeen hebben de mensen als burgerwerkkrachten hun taken prima vervuld en in 1949 mochten ze terug. 33 van hen besloten in Nieuw-Guinea te blijven. Overigens bleef Nieuw-Guinea een kolonie van Nederland nadat de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog voorbij was. Uiteindelijk zou Nieuw-Guinea belanden in Indonesische handen. Ik weet niet wat er gebeurt met die 33 vrijwilligers die zijn achtergebleven of die toen alsnog naar Nederland zijn gekomen of hun bestaan daar hebben aangehouden. Minder bekend is dat Nederland ook heeft gevochten in Korea tijdens de Koreaoorlog 1950-1953. Korea was voor lange tijd een onderdeel van het keizerrijk Japan, dat zich overgaf in 1945. En vervolgens werd het Koreaanse schiereiland bezet. Het noorden door de Sovjets, het zuiden door de Amerikanen. Hieruit kwamen 2 staten voort. Noord-Korea, communistisch, Zuid-Korea, kapitalistisch. En op 25 juni 1950 viel het Noord-Koreaanse leger Zuid-Korea binnen.
En binnen korte tijd had Noord-Korea bijna het gehele schiereiland in handen. De VN kwam bijeen en veroordeelde de Noord-Koreaanse agressie. En besloten werd om een door de Amerikanen geleide legergroep erheen te sturen om de Noord-Koreaanse agressie het hoofd te bieden. Nederland werd ook gevraagd om troepen te leveren. Alleen de Nederlandse regering zag dat niet zitten. Nederland had immers net de oorlog in Indonesië achter de rug en wilde zich focussen op de wederopbouw van Nederland. Maar de druk werd opgevoerd en uiteindelijk besloot Nederland toch troepen te sturen. Nou ja, één bataljon dan. In oktober 1950 werden 631 soldaten gestuurd. In totaal hebben er 3418 Nederlandse militairen dienst gedaan in Korea in de periode 1950-1954. Daarbij waren ook nog 1896 mariniers actief. In totaal zijn er 120 Nederlanders omgekomen in Korea. De Koreaoorlog was voor de Nederlanders een veel kleinere operatie dan de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog of, zoals die door de Nederlanders werd genoemd, de politionele actie. Kort nadat de eerste groep Nederlandse soldaten per schip naar Korea werd gestuurd, sloeg de CPN, de Communistische Partij Nederland, alarm. Want anders dan tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog was nu wel bekend dat er voormalige collaborateurs naar Korea werden gestuurd. Een politicus van de CPN zei het volgende. Dit bewijst hoe juist ons standpunt dat alles wat reactionair en fascistisch is, oorlog voert tegen het Koreaanse volk is. Ja, en overduidelijk dat de Nederlandse communisten voor Noord-Korea waren. Die vonden het juist goed dat Noord-Korea het zuiden had binnengevallen. De Nederlandse minister-president Willem Drees gaf aan dat het niet de bedoeling was dat er voormalige collaborateurs dienst zouden doen in Korea. Maar hij gaf tegelijkertijd aan dat het misschien wel mogelijk was dat er toch een paar mee waren gegaan. Maar dit was geen regeringsbeleid. En Drees had gelijk. De vrijwilligers waren wel degelijk gescreend. Verschillende waren zelfs afgewezen. Er was zelfs één officier die mee wilde, werd afgewezen. Toen aanbood om onder de rang van soldaat mee te gaan en alsnog werd afgewezen. Maar niettemin, een paar waren er doorheen gekomen. Want naarmate de tijd vorderde en er meer vrijwilligers nodig waren, werden ook de eisen minder strikt. Zij die eerst niet mochten dienen, konden dat nu wel. En daar kwam bij dat zij als beloning hun Nederlandse staatsburgerschap konden terugkrijgen. Dat hadden ze verloren omdat ze waren veroordeeld als collaborateur. En de Nederlandse regering dacht dat dit een wijs besluit was. Omdat ze vreesden dat gefrustreerde statelozen zich wellicht zouden kunnen wijden tot een andere extreme ideologie, communisme. En zo gebeurde wat men niet voor mogelijk hield, namelijk voormalige collaborateurs konden gewoon dienst doen in het Nederlandse leger. Hoeveel voormalige collaborateurs er dienst hebben gedaan in Korea? Historicus Gerrit Valk schat tussen de 40 en de 70. Ondanks het feit dat dit bekend was bij het Nederlandse publiek, was er niet heel veel commotie. En de reden is vrij simpel. De Tweede Wereldoorlog was inmiddels alweer een aantal jaar achter de rug. Bovendien, tijden waren veranderd. Het was nu de Koude Oorlog. En het communisme was nu de vijand. Bovendien, de voormalige Waffen-SS-veteranen, die hadden ervaring met vechten tegen het communisme. En dit brengt ons op de vraag, hoe presteerden de voormalige collaborateurs in het veld? Nou, zij hadden ervaring. En daar konden hun medesoldaten profijt van hebben. Bijvoorbeeld op patrouilles. Zo was er de Waffen-SS-veteraan Jan Niessen. En die wist dat als er één ding was wat je niet moest doen, was dat het halt houden was in een open veld waar de vijand jou onder vuur kon nemen. Niessen ergerde zich kapot aan een officier die in een open veld even rustig de kaart ging bestuderen. Dit leidde op een gegeven moment ook tot een vuistgevecht tussen de twee. Maar Niessens kameraden waren daar maar wat blij mee. Want zij wisten dat als zij met Niessen op patrouille werden gestuurd, ze een grote kans hadden het levend ervan af te brengen. Dit werd ook opgemerkt door superieuren. Zo had je de Waffen-SS-veteraan Jan Vollmer, die dienst deed in Korea. Een van zijn superieuren schreef over hem het volgende. Op patrouille wilde iedereen met hem mee, omdat met hem als leider iedereen weer veilig terugkwam. Vaak stond hij met een verrekijker de omgeving af te speuren. De soldaten stonden soms bewonderend om hem heen. Hij leek in zijn houding op veldmaarschalk Rommel. Maar niet alleen tijdens patrouilles bleek dat de Waffen-SS-veteranen de nodige ervaring hadden, ook tijdens gevechten. Eens schreef
Vollmer herkende aan de ontploffingen de afgevuurde mortieren en granaten en wist op basis van de boog en de inslag vrijwel meteen waar het vijandelijke geschut stond opgesteld. Een telefoontje naar de artillerie met de coördinaten was dan vaak voldoende om het uit te schakelen. Vollmers ervaring met mijnen bleek ook van toegevoegde waarde. Want de Chinese mijnen die door de Noord-Koreanen en Chinezen werden gebruikt in Korea, leken erg veel op de mijnen die werden gebruikt door het Rode Leger in de Sovjet-Unie. Zo was er ook het gevecht om Inge op 31 mei 1951, waarbij Vollmers groep werd aangevallen door golven van Chinezen en Noord-Koreanen. De korporaal had een zenuwinzinking, maar Vollmer, hij greep het zware machinegeweer en maaide tientallen tegenstanders neer. Tijdens deze slag kwamen ook 20 Nederlanders om het leven. En tijdens de slag om heuvel 1120 in juli 1941 wist een Kriegsmarine veteraan zelfs de bronzen leeuw in de wacht te slepen. In Indonesië onderscheiden de Waffen SS veteranen zich door hun omgang met wapens. Zij konden vaak snel en effectief vanuit de heup schieten, wat sneller was dan als je eerst je geweer moest aanleggen. Daarnaast konden zij het geluid van het laden van vijandelijke wapens. Daarnaast herkenden zij het geluid van wapens die gelaad werden door de vijand en konden ze snel alarm slaan. De oorlog in Indonesië was een guerrilla-oorlog en veel van die Waffen-SS-veteranen hadden ook tegen de Sovjet-partizanen gevochten aan het Oostfront en hadden dus ook daar de nodige ervaring mee. Al met al waren Nederlandse soldaten erg tevreden met de inzet van de Waffen-SS-veteranen, omdat die wisten wat vechten was. Met hen aan je zijde had je een grotere kans om te overleven. Nou, niet alle ervaringen waren positief. Niet alle Waffen-SS-veteranen of collaborateurs hadden dienst gedaan aan het Oostfront. Sommigen maakten snel ruzie, maakten zich schuldig aan diefstal, waren vaak dronken of deserteerden gewoon. Hoe reageerden Nederlandse soldaten toen ze erachter kwamen dat de voormalige collaborateurs zich in hun gelederen bevonden? Nou, dat verschilde, want in Indonesië was de Tweede Wereldoorlog nog maar kort geleden, anders dan tijdens de strijd in Korea. Bovendien, in Korea vochten ze tegen het communisme, net als dat veel Waffen-SS-veteranen hadden gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Indonesië hielden veel veteranen vaak hun mond, al spraken ze soms wel in een sfeer van vertrouwelijkheid uit dat zij toch een fout oorlogsverleden hadden. Soms merkten officieren het ook. De SS-veteranen hadden veel meer ervaring, konden veel beter met wapens omgaan. En soms merkten ze het ook tijdens de exercitie, want dan pasten de Waffen-SS-veteranen de Duitse exercitie toe. Hoe de Nederlandse soldaten dan precies reageerden? Na de Tweede Wereldoorlog was SS'er wel het ergste waarvoor je kon worden uitgemaakt. De SS was het symbool geworden voor terreur en onderdrukking. De eerder genoemde Jan Vollmer werd op 3 gelegenheden zelfs aangevallen door zijn kameraden. 1 keer tijdens training en 1 keer op het schip naar Korea toe. In 1 geval probeerde iemand hem zelfs overboord te gooien. Dit was een Joodse meneer die tijdens de oorlog familieleden was kwijtgeraakt. Jan Vollmer zou zich later met deze meneer verzoenen. Eenmaal aangekomen in Korea vonden medesoldaten het leuk om steentjes naar de tent van Jan Vollmer te gooien, waardoor hij zo niet kon slapen. Maar dit hield spoedig op toen ze erachter kwamen dat Vollmer echt wel de nodige ervaring had. En met Vollmer aan je zijde had je meer kans om te overleven. Vollmers negatieve ervaringen vormden wel de uitzondering op de regel. In de meeste gevallen werd het foute verleden van een kameraad geaccepteerd. Zoals 1 soldaat schreef over een Waffen-SS-veteraan die in zijn eenheid diende. Van ons onderofficieren heeft niemand daar aanstoot aan genomen. Het feit dat hij zijn fout, gemaakt als jonge man, wilde herstellen was kennelijk voldoende. Hij was voor ons gewoon een plezierige collega. Hier zijn nog wat andere reacties van soldaten over SS-veteranen. Het waren zonder uitzondering betrouwbare en eerlijke medesoldaten die een hoge graad van kameraadschap bezaten. En zonder de hulp van deze dieven en oorlogsmisdadigers had ik het nooit overleefd. De milde reacties zijn te verklaren door het gedeelde gevaar en de onderlinge afhankelijkheid in het veld. De ketting was zo sterk als de zwakste schakel. Soldaten moesten samenwerken en op elkaar vertrouwen om te overleven en wederzijds wantrouwen zou dit in de weg staan. In 1969 was de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog alweer 2 decennia achter de rug. Het was toen dat Joop Huting, veteraan van de politionele acties, sprak over zijn ervaringen.
Hij sprak over hoe Nederlandse soldaten zich structureel schuldig maakten aan oorlogsmisdaden. Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie. Onder andere bij de inlichtingendienst. Dat er kampongs doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd. Waarvan ook de militaire noodzaak moeilijk aan te tonen zal zijn. Dat er jongens bijliepen die, terwijl er geen vuurcontact was met de vijand, dat er een boer langskwam en prut, die neergeschoten werd. Een gevolg was een onderzoek die bekend stond als de excessennota. Daarin werd geconcludeerd dat het Nederlandse leger zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan oorlogsmisdaden, maar dat het meer incidenten waren. De historicus Remy Limpach deed in 2016 onderzoek en kwam tot een andere conclusie. Deze studie, de excessennota, maakt duidelijk dat deze bewering geen stand houdt. Bij het extreme Nederlandse geweld ging het overduidelijk niet om enkele incidentele gevallen of betreurenswaardige uitzonderingen. Nederlandse militairen maakten zich structureel schuldig aan massageweld en bepaalde eenheden deden dit zelfs systematisch. Dit laatste wil zeggen dat buitensporig geweld onderdeel was van een strategie, een systeem. Massageweld vormde een integraal bestanddeel van de overkoepelende koloniale politiek. Waren bij dit massageweld voormalige SS'ers betrokken? Er is geen bewijs. Bovendien, het lijkt ook heel erg sterk. Want de SS'ers waren veelal gewone soldaten, terwijl het massageweld werd uitgevaardigd door officieren, een rang die voormalige collaborateurs niet konden krijgen. Daarnaast moet opgemerkt worden dat het meeste geweld werd uitgevoerd door het KNIL en het Korps Speciale Troepen. Daarbij zaten geen Waffen-SS-veteranen. Interessant genoeg waren het vele voormalige verzetstrijders die losgingen in Indonesië. Een voorbeeld hiervan is een verzetstrijder, Fons Wijnen, die tijdens zijn dienst in Indonesië betrokken raakte bij het bloedbad bij Rawagede, waar honderden Indonesische burgers werden vermoord. Hoe was het leven voor de ex-SS'ers na Indonesië en na Korea? Net als de andere veteranen hadden zij moeite om zich aan te passen aan het burgerlijke bestaan. Zij moesten vaak twee oorlogen verwerken, de Tweede Wereldoorlog en hun dienst in Azië. Een ander verschil was dat zij die in Korea hadden gediend, nu hun staatsburgerschap weer terugkregen. Blijkbaar was hun dienst in Korea dan toch nog ergens goed voor geweest. Ze hadden zichzelf gerehabiliteerd. Eén Nederlandse soldaat bleef in het Nederlandse leger en schopte het tot sergeant. Dit hier was mijn laatste video over Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS. We hebben veel besproken in de afgelopen tijd. We hebben het gehad over wat hun motivatie was om bij de Waffen-SS te gaan, hoe ze werden gerekruteerd, hoe de training verliep, de verschillende eenheden, de oorlogsmisdaden en hoe hun leven na de oorlog verliep. Mocht jij de vorige video's niet gezien hebben, geen zorgen, hier een playlist. Ik wil u bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.